Connie ten Damme, een lijsttrekker voor Progressief Sociaal Apeldoorn. Als u hier kijkt, er is een hele grote leegstaande hal. Hij stond leeg. Nu gaan de skaters van Real X skaten hier. Alleen, ze worden weer bedreigd om eruit gezet te worden. En dat hopen wij van niet. PSA gaat voor een gezonde Apeldoornse jeugd. Eén van die factoren om dit te bevorderen is sport. Sport kan in clubverband of individueel. Sport bevordert ook de integratie onderling van de jeugdigen. Real X is een fantastisch project. Ze vangen elkaar op, oud en jong, die voeden elkaar op. Ik heb bijvoorbeeld van een moeder gehoord, die heeft een autistische zoon. Die wordt hier ook opgevangen. En ja, het gaat fantastisch. Die jongen die durft hier vrij en blij rond te lopen. Wat normaal dus niet ergens anders durft. En hier wel. Sport stimuleert de sociale vaardigheden. Sport moet mogelijk zijn voor alle Apeldoorners, voor zowel jong als oud. Mijn naam is Johan Otten. Ik sta tweede op de lijst van de PSA en vind het belangrijk dat de jeugd een goed thuis heeft. De stem PSA. Voor jongeren die het financieel moeilijk hebben om te kunnen sporten, moet buiten de jeugdledensubsidie ook een jeugdsportfonds opgericht worden. Dit in samenwerking met Stichting Leergeld. Jongeren die sporten hangen veel minder op straat rond. Dit betekent ook minder vandalisme in de openbare ruimte. Mijn naam is Yvonne de Carpentier. Ik sta nummer 4 op de lijst van PSA. En ik ben voor jongeren dat ze bij het JIP en zo Real X allemaal terecht kunnen op een laagdrempelige manier. Door gebruik te maken van leegstaande panden, bijvoorbeeld ook panden die in de avonduren leegstaan in Apeldoorn, kunnen vele clubs geholpen worden. PSA gaat niet alleen voor de buitenstad, maar ook voor de sportstad. Ik ben Ludwig Ribhagen, ik sta nummer 7 op de lijst. Wij willen graag als PSA betaalbare woningen voor starters. Progressief Sociaal Apeldoorn is geschrokken dat na onderzoek is gebleven dat het aantal laaggeletterden in Nederland weer gestegen is van 1,1 miljoen naar 1,3 miljoen mensen vanaf 16 jaar. In Apeldoorn zitten wij jammer genoeg op het landelijk gemiddelde. Dit komt neer op circa 12.000 mensen in de gemeente Apeldoorn. Laaggeletterdheid komt voor bij allochtonen, autochtonen, bij jonge en oude mensen, bij mannen en vrouwen, bij werkende en niet-werkende. Mijn naam is Jan Huiskamp. Ik sta nummer 3 op de lijst van PSA. Als u vindt dat het menselijke en sociale moet, stem dan op PSA. Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als dyslexie. Niet alleen minder kunnen lezen en schrijven, maar rekenen en omgaan met de computer wordt hier ook toegerekend. Veel laaggeletterden denken dat zij de enige zijn met dit probleem. En dit werkt gevoelens van schaamte in de hand en daardoor verbergen velen deze achterstand. Ik ben Frank Tiekstra. Ik sta voor de PSA op nummer 5 voor lijst 11. En we willen als PSA graag dat er meer hoger onderwijs naar Apeldoorn kan komen. Laaggeletterdheid heeft invloed op het werk. Denk bijvoorbeeld als je veiligheidseisen moet gaan lezen. Laaggeletterdheid kan ook invloed hebben op een bevordering. Dus ook op het inkomen. En het sociale leven. En uiteindelijk ook op je gezondheid. Ook het niet kunnen voorlezen aan je kinderen of je kleinkinderen is echt niet leuk. Progressief Sociaal Apeldoorn wil dat de gemeente zich actief inzet om deze doelgroep te leren kennen en dat de gemeente meer geld inzet om deze mede-Apeldoorners een goede bijscholing aan te bieden. In de gemeente Apeldoorn moeten wij streven naar het laagst aantal laaggeletterden van Nederland. Op de bibliotheken is de afgelopen jaren echter flink bezuinigd. Ons wordt vaak gevraagd waarom de Legersteen na al die jaren een bron van inspiratie was en enthousiasme blijft. Blijf hier staan en kijk goed hoe ik zwem, zegt vader IJsbeer. En hij springt in het koude water. Dag mevrouw. Ja, dag mevrouw. Kunt u mij vertellen of u hier ook in de bibliotheek, in Woudhuis Osseveld is het hier? Ja. Heeft u hier ook misschien boeken voor de laaggeletterden? Ja, die hebben we. Die staan hier met een oranje sticker. Oké.
Oké. En is dat alleen voor kinderen of voor volwassenen? Wat nee, dit is alleen voor kinderen vanaf, volgens mij vanaf 7 jaar. Oh, kijk, dat is met een cd erbij. Ja, ja. Is dat hebben ter we ook. Verduidelijking? Ja, of, dat is ter verduidelijking, ja. Bibliotheken zijn erg belangrijk om dit probleem mede te kunnen aanpakken. Denk vooral aan de begeleiding en ook de boeken die makkelijk te lezen zijn. PSA wil dus dat het stopt met de bezuinigingen op de bibliotheken, de culturele sector en ook op de sport voor de jeugd. Menselijk en sociaal, daar gaat het ons om. Progressief Sociaal Apeldoorn, lijst 11. We'll be right back.